Je kijkt naar Hotnot 2014. Hotnot 2014, het gratis rockfestival in Almelo. We zijn er live bij met AFM en dit jaar ook met Avisie. We maken dus live beelden van het festival. We hebben twee podia. Allebei de podia kun je meepakken hier op Avisie. U bent hier al lang, denk ik? Ja, al een paar uur. En hoe bevalt het? Leuk. Zijn er al enkele bands die u als favoriet stelt? Ja, die wat nou aan het spelen is. Die Beggars Clan? Ja, die vind ik heel mooi. Gypsies kept her out of hope. They came up brave and boldly, yo. And the one sang high and the other sang low. And the other sang a rangle-tangle gypsy, yo. It was late at night when the Lord came in, inquiring for his lady, yo. And the servant girl, she said to the Lord, she's away with a rangle-tangle gypsy, yo. It was late that night when the Lord came in, inquiring for his lady, yo. And the servant girl, she said to the Lord, she's away with a raggle-tangle gypsy, yo. And now saddle for me my milk-white steed, my beagles is not speedy, yo. And I will ride till I seek my bride, she's away with a raggle-tangle gypsy, yo. Now he rode to the east, he rode to the west, he rode to the north and sought out so, until he came to a wide open plain, and there he spied his lady, yo. And how could you leave your goose feather bed, your blankets roots all comely, yo. And how can you leave your newly wedded lord, oh, all for a raggle-tangle gypsy, yo. What care I for my goose feather bed, your blankets roots so comely, yo. And I'll lie in a wide open field in the arms of a raggle-tangle gypsy, yo. How can you leave your house and your land? How can you leave your money, yo? How can you leave your newly wedded lord, all full of raggle-tangle gypsy, yo? How can you leave your house and your land? How can you leave your money, yo? How can you leave your newly wedded lord, all full of raggle-tangle gypsy, yo? How can you leave your house and your land? How can you leave your money, yo? How can you leave your newly wedded lord, all for a raggle-tangle gypsy, yo? What care I for my goose feather bed, my blanket shrooms are comely, yo. And how can you leave your newly wedded lord, it's all for a raggle-tangle gypsy, yo. Dank jullie wel, dank jullie wel. De vorige editie is ook al hier geweest? Vorig jaar ben ik hier ook geweest, ja. En wat zijn de verschillen? Nou, ik denk het weer.
Is er ook een verschil in gezelligheid of is het niet hetzelfde? Nee, dat is hetzelfde. Nou, ik zou zeggen, maak er nog een gezellige dag van. En tot de volgende. Nou ja. Bedankt. Yo. Anders is misschien hetzelfde concept een beetje, maar het gaat bij hun echt om de jongens. En bij ons gaat het ook echt om de hele show, om de band, om de meiden, om het licht, kleding, alles. En bij hun gaat het volgens mij voornamelijk om de muziek. Hoe zijn jullie gekomen tot het ontstaan van deze band? Ik en de bassist hadden gewoon een ideetje van, vroeger was de muziek eigenlijk zo goed, je hebt heel veel computer en dat is niet erg, dat is ook heel erg leuk, gewoon een ander genre, maar we wilden dat een beetje meer terugbrengen en ik vind meer stemmigheid heel erg leuk, dus ik dacht nou, een beetje à la Andrew Sisters met meiden en dan een stevige band erachter en dan eigenlijk toegankelijk voor iedereen, dus bekende liedjes in een jaren 50 jasje en dat hoeft niet liedjes van nu te zijn, maar het kan ook een Metallica zijn. Eigenlijk of je nou van R&B houdt of metal, iedereen kent dat nummer wel, Love Me Else Matters. Dus dan pikken we af en toe een liedje uit en dan kunnen we veel mensen ja, toespreken, toezingen met onze muziek. En dan moet het een hit worden. Ja, we zijn voornamelijk nu even bezig achter de schermen met allemaal leuke projecten waar ik helemaal niks over mag zeggen. Toch wel een klein tipje. Nee. Doe het al. Iets met tv. Nu ook. Nu ook, maar ja, dus en we moeten een nieuwe show in elkaar zetten. Op nationaal gebied wat? We gaan de wereld veroveren. Oh. Je droom moet groot zijn, toch? Dat is altijd verteld toen ik klein was. Dus allemaal leuke dingen komen eraan, dus ja, spannend. Optreden is iets minder, maar we hebben wel elk weekend één of twee gigs staan. Dus. Er zijn verschillende eetenten hier zo bij Hopnop 2014. Onder andere hier, wat is hier te verkopen? Hier is Indische hapjes, bijvoorbeeld lumpia, pangsit en andere lekkernijen.
En loopt het een beetje? Ja, nou begint het eigenlijk. Ja, om te beginnen een beetje. Het is volgens mij 4:30. Net iets voor vieren. De etenstijd komt er zo aan. Is er genoeg? Ja. Jawel, geloof wel. Nou, heel veel succes nog. Dankjewel. En dan gaan wij door naar de volgende, want er is nog meer hier te vinden. Ik kijk even naar het andere kraampje wat er is. En dat is namelijk verse belegde broodjes. En altijd heel lekker. Ik denk dat ik zelf ook nog misschien zo eentje ga halen. Eens even kijken wat hier allemaal... Dat ze zeggen in ieder geval eet smakelijk. Dat is al goed. Belegde broodjes. Ja. Gaat het een beetje goed? Ja, absoluut. Ben je er ook? Ja, zeker. Geniet je ook een beetje van de muziek? Absoluut. Ik val wel heel hard, maar daar kan ik beter horen. Is het een beetje van je smaak, de harde rock? Sorry? Is het van je smaak de harde rock? De smaak, daar hadden we. Ja, is het een beetje de muziek, is die van jouw smaak? Oh, van mijn smaak? Jawel. Net als een kinderprogramma hier dus dan niet, maar dat is wel grappig. Ja. En dan over de broodjes, wat is er allemaal te verkrijgen? Broodjes hamburger, broodjes braadworst, pistoletjes, frikandellen, kroketten. Ik zag alleen maar belegde broodjes, dus ook gezonde broodjes? Ja. Ja, ja. Nou, top. Veel succes nog. Dankjewel. Jullie ook. En dan gaan wij door naar de laatste en dat is misschien wel de grootste en belangrijkste voor de meeste mensen. Dat is namelijk de dranken. Dat is bier en cola en nou, al die andere dranken. Er zijn twee tenten daarvan. Daarachter staat er nog een, dat is bij podium West. Bij podium Oost, het grote podium, staat er ook een. En ik ga even vragen of het een beetje goed loopt en in ieder geval... wat er allemaal te doen is. Voor de hoeveelste jaar staan jullie hier? Hop-nop bedoel je? Ik heb geen idee. Ik ben hier al een aantal jaar met radio en televisie. Ja. Maar jullie zijn er elke week of elk jaar weer. Wie bedoel je? Hop-nop bedoel je jullie? Ja, ja, elk jaar is wel een goed succes, ja. Maar de eerste keer wanneer het was, zo lang geleden. Loop je ook al zo lang rond? Ja, want mijn vader is een voorzitter, dus ik moet wel. Dat is wel heel leuk. Maar de eerste keer heb ik niet meegeholpen en vanaf daarna altijd volgens mij wel. En loopt het een beetje lekker hier? Het is nu een beetje rustig vanwege het werk. Het is echt anders dan vanwege de regen, moet ik zeggen. En dat is wel heel erg jammer. Normaal is het wel lekker doorpozen. Dus ik hoop dat het weer nog een beetje mee gaat doen. En dat dan straks vanavond met de voetbal alles wel heel erg gezellig wordt. Zijn er al rare gevallen hier gekomen, dronken mensen of zo? Vandaag niet, nee. Nee, ik hoop nog niet dat het nu al mensen dronken zijn, zo vroeg. Maar komen die nog, denk je? Nou, ik heb nooit echt heel iets heftigs meegemaakt. Oh, why do you care? Do you think I-
Dank jullie wel. Hoe vond je Almelo? Heel leuk. Ik heb er nu niet veel van kunnen zien, maar het is wel gewoon tof hier. En de gig ging heel erg goed. We hebben er de afgelopen drie dagen echt een aantal gehad en deze was misschien wel het best. Toch wel? Ja, misschien komt het wel door Almelo, hoor. Je weet het niet. Altijd Almelo's beste. Altijd, hè? Ja, dat dacht ik ook. Het was, ik hoorde net in mijn oor, iets met een goed doel ga je doen met George Baker. Ja, morgen spelen we daar op de Wild Ride Buiten. Samen met George Baker. We hebben een Little Green Bag hebben we van hem opnieuw opgenomen. Op een soort van rock'n'roll manier. Hoorden jullie dat? Nederland is begonnen. en dat doen we voor... In Bangladesh zijn er superveel overstromingen ieder jaar. En dat is een hele kwalijke zaak. En daar zijn wij voor gevraagd. Omdat ze hebben een brinker uitgevonden. En dat is een zak. Een jute zak. Met aarde erin en al die dingen. En dat werkt heel erg goed tegen overstromingen. En dat heet dus een Little Green Bag. Vandaar dat het met een Little Green Bag te maken heeft. En hoe vond je dat om te doen? Heel erg gaaf. Hij is echt een van mijn helden gewoon. Weet je? Ik ben een eer om met die man te mogen werken. Heeft hij jou ook geïnspireerd? Eigenlijk misschien wel zelfs. Want uiteraard toen ik Pulp Fiction zag als klein jongen. Was ik waarschijnlijk te jong voor. Maar toen dacht ik wel van, wow, die shit is te gek, toch? Hoe cool ze daar dan lopen en met hem er zo onder. Fucking must have happiness, but dat is fucking goed. Dus ja, dat vind ik te gek om daar aan mee te mogen werken nu. Heb je onder andere door hem de muziek gekozen? Nee. Hoe dan? Dat was met alle respect voor Hans. George Baker heet Hans. Alle respect. Maar ik was waarschijnlijk zonder Hans ook wel muziek gaan maken. Hoe ben je dan toch hier in de muziekindustrie gegaan? Ja, door onder andere Giel Beelen met de toppen of met de show. Ja. Hoe vond je dat om te doen? Ja, dat was te gek om te doen. Dat was heel erg gaaf. Dat was een hele goede opstap. En daar ben ik super dankbaar voor dat ik daar gebruik van heb mogen maken. Ja. Maar ja, daarna, het is niet zo dat als je dat wint dat je dan... binnen bent of zo. Ik bedoel, je bent gewoon... Je moet gewoon... Het is gewoon... Ja, het klinkt heel cliché, maar het is wel gewoon werk, weet je. En hoeveel ik er ook van geniet en hoeveel zin ik er ook iedere dag in heb... Het is gewoon keihard knokken om een plaatje te houden ergens. En ieder jaar weer, weet je. Het festivalseizoen. Je moet toch weer geboekt worden. En je moet toch weer ervoor zorgen dat het weer gebeurt. Dat is een hele klus. Ging je voor dat programma ook echt... Was je druk bezig met de muziekindustrie, ja, of ging het pas vanaf toen? Nou, ik was veel in bars en cafés aan het spelen al jaren. 5 jaar of zo. Vanaf mijn 15 eigenlijk heb ik niks anders gedaan dan dat. Dat is ook een mooie tijd, hoor. Spelen voor bier en eten. Dus moet je toch meegemaakt hebben. En ik denk dat de muziek in de familie zit. Ja, de muziek zit in de familie. Mijn moeder was rock'n'roll danseres. En mijn vader ook muzikant. Ja, dat was ook bij een grote band. Ik ben even de naam kwijt. Wat was het ook alweer? Fool. Oh ja, de Fool was het, ja. Ja, bij muziek is het even nog even goed de geschiedenisboek in. And red hands and blue hands grasp at the shapes in his mind. Blackbirds and bluebirds are resting on his shoulders, waiting for their moment to fly. Multicolored feathers against the sky. Silver shadows spread over the landscape, draped over the background as a veil. We're getting drunk while we work until the sunrise, singing songs of men who had it all but died. Whatever, forever, we keep our heads up high, our voices strong. You taught me how to be clean and mighty clever.
nothing. Prayed for a little luck, came out smiling. We looked up above and saw the black and blue birds flying, colors against the sky. And I know one day I'll die. It's like I know one day you'll die, 'cause even multicolored angels die. Whatever, forever, we keep our heads up. Dankjewel!